Ja, waarom investeert Autodesk zoveel in die cloud-applicaties die we hebben? Wel, er zijn een paar trends aan de gang en een paar van die trends is het mobiel internet. Als je gaat kijken, einde 2011, er waren ongeveer 10 miljard mobiele toestellen in gebruik. Dan heb ik het over tablets, smartphones, maar ook auto's die verbonden zijn met het internet voor services door te geven. En de industrie heeft daar ook dankbaar gebruik van gemaakt met e-mail, maar ze willen nu een stapje verder gaan. Ze willen dat iedereen zijn taken kan uitvoeren waar hij zich ook bevindt. Nu, om dat te ondersteunen heb je natuurlijk verschillende dingen nodig. Een van de dingen is natuurlijk je documents on the cloud. Dus daarom hebben we onze cloud documents omgeving, onze 360 omgeving, zodanig dat je niet altijd die documenten moet downloaden als je ze wilt bekijken, maar dat je die live op die applicaties kunt gaan bekijken. Er is een andere trend aan de gang en die zie je heel duidelijk. We gaan niet meer van het aankopen van een applicatie, maar tot het gebruik, betalen voor het gebruik van de applicatie. Iedereen moet zijn taken kunnen uitvoeren waar hij zich ook maar bevindt. En er zijn gratis apps. Er zijn apps die bij onze subscription zitten. En er zijn ook apps waar je een kleine fee voor moet betalen. En daarom ontwikkelen die cloud natuurlijk tezamen met onze desktop applicaties die als een tandem met elkaar werken. Om enkele applicaties te noemen, we hebben onze Autodesk 360 of 360. Dat is de gratis viewer die toelaat van alle documenten te gaan viewen op een iPad of op een Android. Te vinden op de App Store of op Google Play, voor de Android toestellen dan. Maar daarnaast heb je ook de Force Effect applicaties of een iets meer educatieve zoals Tinkerbox die je kan vinden. Of Sketchbook. De Sketchbook applicatie laat zelf toe niet alleen de artistieke mensen er gebruik van te maken, maar ook te gebruiken op de werf als je dingen ziet, foto's te nemen en die markup en de foto eigenlijk te e-mailen van wat er misgelopen is op de werf. Dus ik zou zeggen, ga naar de App Store, zoek op het keyword Autodesk of op Google Play, keyword Autodesk en je vindt al de apps beschikbaar voor deze mobiele toestellen.